Een dankraam als herinnering aan de rare tijd in quarantaine. Vanaf dit weekend kan heel Tilburg daaraan meewerken. Geïnspireerd op het glas in loodraam in het Paleis Raadhuis ter nagedachtenis aan de pokkenepidemie, creëren verschillende instanties, waaronder Stadsmuseum Tilburg en Fontys Hogeschool voor de Kunsten, een nieuw dankraam. Nou, in de stad gebeuren nu zoveel prachtige dingen. Mensen die elkaar een hart onder de riem steken, of beren voor het raam zetten, of die de verzorgende bedanken met allerlei posters voor het raam, bloemen sturen, taarten delen. We dachten wat het leuk zou zijn als we dat samenvatten voor de stad in één raam. En dat doen we niet zomaar in een raam. In het paleis waar we nu zijn hangt ook een prachtig raam van de pokkenepidemie uit 1951. Toen is er ook een soort dankraam gemaakt vanuit de stad, ingezameld. En hebben mensen die in de zorg werkten, hebben ook daarvan een paneeltje gekregen als dank. Dus wij rijmen eigenlijk met de geschiedenis. We gaan het virtueel maken. Iedereen kan een filmpje maken, een foto maken, een tekening. Wat een hart onder de riem steekt van je buren. Of een foto van het soepje wat je brengt aan je buurvrouw. En die filmpjes en tekeningen en verhalen gaan we vangen op onze website. Straks hebben we al die inzendingen bij elkaar. Dat zijn allemaal stukjes, vierkante stukjes, rechthoekige stukjes beeldmateriaal. Dat gaan we aan een kunstenaar geven. En de kunstenaar gaat daarvan een virtueel glazen loodraam componeren. Dat gaan we met een groot doek presenteren in de stad, ergens in het centrum. En van dat doek maken we dan weer kleine stukjes later wat we in paneelvorm of keramiek gaan aanbieden aan vertegenwoordigers van de vitale beroepen. Of het ooit tot een echt glazen loodraam zal leiden, dat weet ik niet. Wie weet. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk Tilburgers bij het project te betrekken. Alle inzendingen zijn welkom. Op dit moment wordt in het paleis een filmpje opgenomen waar 10 Tilburgers van allerlei kanten, van Reeshof tot Broekhoven, vanuit de binnenstad, de burgemeester komt nog langs. Allemaal filmpjes waarin zij zeggen, hey, doe mee en steek elkaar een hart onder de riem. Of bedank iemand die je wil bedanken en zend het in. Dus het is een soort trailer van het project. Die gaat zaterdag in première bij Omroep Tilburg zelfs. Nou, we hopen dat we natuurlijk enkele honderden van dat soort inzendingen krijgen. Het is geslaagd als mensen het gevoel hebben dat ze er wat aan hebben gehad. Hè, dat ze het leuk vinden om daar in deze moeilijke tijd thuis iets te kunnen maken. Hè, in plaats van het puzzelen of huiswerk te maken of weer een keer hè, met je gezin te monopolieën. Doe iets anders, dat hopen wij en dan is het voor mij geslaagd. Vanaf komende zaterdag kunnen ideeën worden ingestuurd. Het virtuele dankraam is naar verwachting begin mei klaar.